Business AM. Think forward. Business AM. Young Lab. Welkom bij Young Lab, het wekelijks uur talkradio voor en door studenten hier bij Business AM. Geen enkel thema gaan we uit de weg. We bespreken de noden en wensen van de hogeschool- en universiteitsstudent en die van de jonge ondernemer. Elke week krijg ik daarbij gezelschap van enkele collega's die nog studeren of recent zijn afgestudeerd. En vandaag zijn dat Joey. Goedendag, ik ben Joey, reeds afgestudeerd in KMO-management en co-founder van Realestics. En Thomas. Hallo, ik ben reeds afgestudeerd in communicatiewetenschappen en management en momenteel studeer ik nog economie aan de VUB. En ook Selena. Ja, hallo allemaal, ik ben Selena, ik studeer rechten aan de U Antwerpen en daarnaast ben ik ook bestuurslid bij het Vlaams Jeugdparlement. Ja, alle drie welkom in de studio uiteraard. Hè. Bedankt. Ja, dankjewel. En jij ook heel welkom natuurlijk, Mauro. Wat doe jij zoal in het leven? Ja, ik ben Mauro Pauwels, student Economie Moderne Talen in het zesde middelbaar van de Broederschool in Sint-Niklaas. En ik ga dit gesprek in goede banen leiden. Althans, dat ga ik proberen. U hoort thuis misschien dat er een beetje een heze stem aan die microfoon zit. Ik ben heel enthousiast om hier te zitten, maar samenloop van omstandigheden hebben daarvoor gezorgd. Maar we gaan dat meteen van tafel vegen, jongens. We gaan meteen met een toponderwerp starten, zodat jullie kunnen babbelen. En dan kan ik een beetje luisteren naar jullie. En dat is misschien wel het meest polariserende thema van de laatste maanden. En dat is uiteraard woke. Woke is meer dan ooit controversieel en het verhit in ieders kennissenkring wel eens de gemoederen. Neutraal zijn in de discussie, ja, dat kan haast niet. En daarom lijkt onze samenleving meer dan ooit verdeeld in twee kampen, excuseer. De wokers en de anti-wokers. Ook politieke partijen spelen dat spelletje duchtig mee. Ja, zeker Bart de Wever, die schreef een boek over woke. En dat is eigenlijk een aanklacht tegen het woke-denken. Groen daarentegen profileren zich toch wel als woke, met ook onlangs nog die rel rond de portretten in de Arenberg-Schouwburg. Dat is wel gekend. Dat lijkt me genoeg gespreksvoer om mee te starten. En laat ik dan starten met een cruciale vraag, jongens. Zijn jullie woke? Joey? Ik denk van mezelf al wel. Ik probeer zo woke mogelijk te zijn. Ik heb ook een heel diverse vriendengroep die daar wel markten in kunnen spelen. Ja. Ik profileer mij wel als een woke persoon. Oké, Thomas? Ik ben iemand die mij nuchter in deze discussie opstelt, maar ik ben wel heel erg geïnteresseerd in het onderwerp. Ik lees mij er graag over in. En ik lees wel graag dat er heel veel, dat in elke discussie, zoals dat jij ook al mooi hebt ingeleid, Mauro, een part speelt. Dus daarom ben ik wel voor deze discussie ook beginnen kijken naar de geschiedenis. Ja, ja, ja. En heb ik gezien hoe dat eigenlijk ontstaan is in Amerika vanuit de zwarte beweging. En hoe dat dan eigenlijk als iets negatief wordt afgeschilderd door de Republikeinen. En nu zie ik ook dat dat op die manier ook in België zich afspeelt. Dus ik zie iemand als iemand die graag meepraat over woke. Oké, Selena, ben jij woke? Ik noemde mijzelf eigenlijk altijd woke, maar tegenwoordig is dat precies zo'n vies woord geworden. Omdat er een negatieve connotatie hangt aan de term. Ja, absoluut. Ja. En echt in bepaalde kringen voel ik mij precies alsof ik uit de kast moet komen of zo. Dat ik woke ben en word ik zo bekeken van, wat is er mis met u? Wat trouwens ook helemaal geen kwaad kan uit de kast komen. Nee, absoluut niet in een negatieve zin bedoeld. Maar ja, ik vind toch de laatste maanden dat zeker heel hard gepolariseerd is. Terwijl ik zeker naar het verleden toe, als ik daar naar kijk, vind ik dat totaal geen negatieve beweging of hoe dat je het wilt noemen. Ja, oorspronkelijk betekende woke gewoon goed op de hoogte zijn. Nu, belangrijk, ik denk dat ik hier al een beetje het antwoord heb gekregen, maar is woke het meest polariserende onderwerp van het moment? In mijn opzicht wel. Er zijn heel veel, ook met de generation clash, heel veel moeilijkheden om het juiste antwoord erop te hebben. Ja. Er zijn nog steeds verschillende kanten. En ook de ouders, als we kijken naar één generatie verder nog. In mijn opzicht zijn die bijna helemaal niet woke, of ze moeten er al heel open voor staan. Maar ik weet niet hoe dat bij jullie speelt. Ik kan me wel vinden in wat jij zegt, Joey. Het is wel iets dat nu wijdverspreider is. In onze generatie, in de generatie van onze ouders, bestond dat inderdaad al. Maar dan was dat misschien eerder iets voor in Amerika, voor één doelgroep. Voor bijvoorbeeld, zoals ik eerder al heb gezegd, de zwarte gemeenschap. En nu zijn er meer gemeenschappen, zoals de LGBTQ-community, zoals ook klimaatactivisten, die ook wat meer woke aan het worden zijn. Ja, interessant natuurlijk. Wat is eigenlijk de reden daarvan, van die polarisatie? Is dat omdat de term te breed is getrokken? Selena? Ja, ik denk het misschien wel. En dat het misschien ook, ik spreek dan over algemeen rechts- of conservatieve hoeken meer, een beetje gedoodverfd wordt als
die extreem linkse beweging en dat dat zo wat een roepnaam geworden is waarvan alles onder valt, terwijl ik niet het gevoel heb dat dat echt een politieke strekking is of een echte beweging, zoals dat nu wel geprofileerd wordt. Ik heb het gevoel dat dat een heel diverse verzameling van mensen zijn die zich daarmee identificeren. Dus misschien omdat het te hard zo als een geheel wordt gezien, achter een echte beweging, terwijl ik dat niet per se tot een half jaar geleden zo beschouwd werd, precies. Ja, het is inderdaad wel mooi wat je zegt ook. Je zegt, de conservatieve partijen die zijn daar wat tegen. En dan de linkse partijen, die zijn dan eerder progressief. Dus allee, het gaat eigenlijk over progressiviteit, over hoe willen we vooruit. En dat is dan vooruit willen en bewust worden van een problematiek door die dan op straat te brengen, door dan te betogen tegen bepaalde dingen. Ja, maar dat vind ik net het ding. Progressief zijn is iets heel breed en sommige partijen spelen dat dan in het politieke landschap meer uit dan andere, maar ook los van politiek kun je progressief zijn, inderdaad. En dat dan nu zo een label krijgt en zo echt een beetje het zwart schaap is of zo, van alles wat er mis is met links en met de jeugd en met weet ik wie allemaal. Ik vind dat wel heel kort door de bocht persoonlijk, dat zo ook echt een beetje, als zwart schaap, zo alles wat er mis is met de generatie van tegenwoordig, dat komt door woke. Ik vind dat heel kort door de bocht. Wat is voor jou woke dan? Wat we zo net aan het zeggen waren, van inderdaad progressief zijn. Een beetje mee zijn, ook wat jij aanhaalde, dat de oorspronkelijke definitie was van op de hoogte zijn, een beetje maatschappelijk bewust zijn van, kijk, dit zijn misschien elementen die traditioneel gewijs of woorden of weet ik wat, die gebruikt werden, maar die nu misschien door de tijdsgeest niet meer door de beugel kunnen of zo. En ik heb het totaal niet alleen zo over censuur en zo, zoals dat genoemd wordt, maar gewoon uw bewustzijn ook van verschillende bevolkingsgroepen, overtuigingen, weet ik wel allemaal, en daar gewoon respect voor hebben en iedereen als gelijkwaardig zien. En sorry, ik ben al lang aan het praten, maar ik moet nog even mijn gedachtegang afmaken. Zeg maar. Je onderbreekt mij maar als je iets wilt zeggen. Dat ik dat eigenlijk een beetje de grote mop en het hele hypocriete rond dat boek van Bart de Wever en dan nu zo die heksenjacht bijna op ook vindt, is dat hij zegt, dat vernietigt onze cultuur en dat vernietigt elke kans op een open debat. Mm-hmm. Omdat je dan zo met de politievinger zit te zwaaien en dat mogen die niet meer zeggen en mama, en dat is taboe geworden. Ik vind dat heel hypocriet om te zeggen van we zetten al die mensen die iets of wat progressief zijn weg als woke en slecht en kortzichtig. Want op die manier vind ik net dat je het open debat niet meer open maakt en dat je net meer polariseert door dat zo als de slechterik weg te zetten en het is wij tegen hun en wij zijn anti. En ik vind dat heel polariserend in een slechte zin en dat zorgt net niet voor een meer open debat, volgens mij. Ja, snap ik helemaal. We gaan straks verder over Bart de Wever, Selena, dan kan je helemaal doorgaan. Joey, wat denk jij? Wat is voor jou woke? Wat is jouw perceptie daarvan? Ze heeft het mooi aangehaald. Woke is inderdaad, ik vind ook het vooruitdenkende en meer medeleven tonen aan de mindere groepen, om het zo uit te kaarten. Gelijk dat Thomas aangehaald heeft, de zwarte community, maar ook de LGBTQ-community, die in de minderheid zijn, zogezegd, om daar meer medeleven mee te tonen en meer open-minded te zijn naar hun manier van denken. Dus inderdaad, instaan bij het juiste woordgebruik, de juiste persoons... De hij, zij, de pronouns. Dus. De juiste pronouns gebruiken om zo meer te denken en zo ook hun leven leuker, progressiever en meer medeleven tonen met hun ook. Zo zie ik het woke. Ja, Thomas? Ja, ik kan me ook perfect vinden in wat Joey zegt. Woke is eigenlijk, zoals Selena ook al heeft aangehaald, een vorm van democratie. We willen nieuwe dingen creëren voor mensen die in de minderheid zitten, die hun stem te weinig gehoord te laten voelen. Dus zij komen dan op straat. Zij willen dan nieuwe regels invoeren, zoals bijvoorbeeld in de klas moeten mensen aangesproken worden met personen. Dat was iets dat de Nederlandse scholierenkoppel zei. En daar is het perfecte voorbeeld van, wat gebeurt er daar nu? Dat zijn mensen die vooruit willen, die meer erkenning willen voor bijvoorbeeld mensen die
ja, transseksuelen. En zij identificeren zich misschien niet met hij of zij. Dus daarom zeggen we personen. En dat snap ik perfect. En dat is eigenlijk wat de democratie ook is, om aan hen een stem te geven. Om daarmee ook een meer bewustvorming te hebben voor LGBTQ-community. Ja. En dat vind ik een mooi debat. Een probleem dat ik de laatste maanden wel ervaar, en niet alleen persoonlijk, maar ook rondom mij, is dat de jongeren heel erg op hun taal gaan letten, mensen toekoer. Hebben jullie dat gevoel dat jullie op jullie taal moeten letten in gesprekken, in discussies? Taal moeten letten is een groot woord. Vooral ja, uw vocabulaire aanpassen, zou ik zeggen. Ja, het grootste woke woord dat niet meer mag gebruikt worden, is natuurlijk het N-woord. Kennen we allemaal, ja. Natuurlijk, kennen we allemaal. En dat is gewoon maar je vocabulaire aanpassen. Dat is niet echt op je taal beginnen letten. Ik ga niet anders beginnen spreken daar per se voor, maar dat is gewoon één woord veranderen. Een paar woorden veranderen in je vocabulaire, om gewoon meer medelevend te tonen. We gaan er straks over door, jongens. We gaan er zo even uit. Maar ik heb de indruk dat we nog totaal niet uitgebabbeld zijn over dat woke-onderwerp. Ik wil je straks gerust nog een paar vragen stellen. Wij zijn zo bij je terug. Business AM, Young Lab. Business AM, Think Forward. Business AM, Young Lab. U luistert nog steeds naar Young Lab bij Business AM en bij mij zitten nog steeds Joey, Thomas en Selena. En we raakten maar niet uitgepraat over woke. En dat is misschien wel belangrijk om nog even op door te gaan. Ik had het over wat letten op je woorden, wat aanvoelen. Joey die zei, ja, het is eigenlijk gewoon een aanpassing van je vocabulaire. En ik begreep dat Thomas daarop wou doorgaan. Thomas, vertel eens. Ja, dus het gaat inderdaad over een interpretatie van de woorden, over de connotatie die aan bepaalde woorden wordt gegeven. Zoals Joey heeft gezegd, ja, het N-woord heeft nu een andere interpretatie. Maar nu gaan we eigenlijk alles op een andere manier beginnen interpreteren. Ja. Zoals schilderijen. Ik had onlangs nog iets gezien van striptekeningen die aan de muur in Brussel hangen. Die worden nu door feministische groepen op andere manieren geïnterpreteerd. En dat begrijp ik ook wel. Ze willen beeldvorming creëren voor wat we nu in de toekomst moet gebruiken en ze willen niet meer naar het verleden kijken. Bijvoorbeeld controversiële figuren, zoals FC De Kampioenen, dat wordt van het internet gesmeten. De standbeelden van Leopold II worden beklad. Dat is allemaal door mensen die daar een andere mening over hebben. Ja. En ik vind dat, vanaf dat zij zich gekrenkt voelen in een... Ik begrijp het, dat vanaf dat zij zich gekrenkt voelen in hoe er met hen wordt omgegaan, dat ze dan daar een platform voor willen creëren om bepaalde dingen... Te verwijderen. En zo, dat is ook wat ik zelf wil doen, om met zoveel mogelijk respect voor andere mensen te praten en begrip te hebben voor wat zij hebben meegemaakt. Ja, er is natuurlijk nog een verschil tussen activisme en extremisme. Hè. Dat bekladden van die standbeelden, dat is gewoon niet legaal. Ja, dan kun je dat eerder bestempelen als extremisme. Ja. Nu, belangrijk, en daar had ik gezegd dat ik nog even ging doorgaan over Bart De Wever. Hij schreef dat boek over woke. Zijn standpunt is van, ja, kijk, het gaat niet langer over de intentie waarmee ik die woorden uitspreek. Het gaat echt wel over de woorden die ik zeg. En daarop word ik afgerekend. En dat is naar mijn aanvoelen toch een negatieve tendens. Wat is jullie mening daarover? Ja, ik heb zoiets van, ook om verder te gaan op wat Thomas zei, als iemand aangeeft van dit kwetst mij, kun je daar alsjeblieft nog eens over nadenken of daar anders over spreken of daar gewoon je bewust van zijn als je tegen mij of over mij spreekt, dan kost dat toch helemaal niet zoveel moeite. En maar moet je continu leven zo op de tippen van je tenen lopen om te zien dat je zeker niemand raakt, Selena? Maar ik heb absoluut niet het gevoel dat we nu al in zo'n censuurmaatschappij zitten, want daar moeten we, voor de duidelijkheid naar mijn mening, ook absoluut niet naartoe. Volledig. Van, oh nee, ik ga hier voor elk woord dat ik zeg afgeslacht worden. En die cancel culture, daar sta ik ook volledig niet achter, voor de duidelijkheid. Maar gewoon als iemand aangeeft, nadat je iets gezegd hebt, van kijk, dit kan niet door de beugel om deze reden of deze reden, ik of die persoon voelt zich daardoor gekwetst, dan lijkt me dat echt niet zo'n moeite om dat aan te passen en te zeggen, oh sorry, wist ik niet, vanaf nu ga ik mijn best doen. En je hebt er toch ook niet zoveel last van dat je het N-woord niet meer mocht zeggen. Ja. Zeg, hoeveel maar dat moeite heeft, kost dat? Dat heeft niemand beweerd, vooral duidelijkheid. In dat opzicht ook, in elke communicatie die je hebt tussen mensen, heb je een zender en heb je ook een ontvanger en heb je altijd miscommunicatie. Mm-hmm. Dus je moet je altijd bewust zijn van welke boodschap dat je uitstuurt, wie dat de ontvanger is
Omdat het een mogelijke miscommunicatie kan zijn op de lijn. De miscommunicatie is vaak hetgene dat bepaalde bevolkingsgroepen al hebben meegemaakt. Mm-hmm. Het medium is vaak sociale media. Dus ja. Allee, ik vind het heel erg logisch dat mensen moeten oppassen wat er op sociale media wordt gezegd. En in het geval van de persoon die u net aanhaalde, Bart De Wever, hij verspreidt berichten. En het is logisch dat daar kritiek op komt, want hij heeft het hele Vlaamse doelpubliek voor zich. Mensen die al heel veel hebben meegemaakt, ontvangers die... Ja, die voor woke zijn, en hij is daar zelf tegen, dus dan is het logisch dat hij daar kritiek op krijgt en dat er dan een communicatie komt tussen beide personen over wat er gebeurt. Maar als er beide door zijn ruit worden gesmeten, dan vind ik dat een beetje extreem en dan vind ik inderdaad dat er een lijn moet gemaakt worden tussen extremisme en activisme. Ja, we gaan er niet over uitgepraat raken, jongens. Ik stel voor dat we zo dadelijk doorgaan naar het volgende onderwerp nu. Ik constateer wel dat woke volgens mij een beetje zijn doel misschien gemist heeft en een beetje het omgekeerde effect heeft gehad, maar bon, daar kunnen we straks nog verder over palaveren. We gaan door naar studentenquoten, want die worden alsmaar duurder, jongens. Dat is al lang geen verrassing meer dat een studentenquote op de privémarkt dat veel geld kost. Maar nu gaan ook die universiteitsquoten van de universiteit zelf meer kosten. Ja, de kosten moeten doorgerekend worden natuurlijk. En die oorzaak is bekend. Ja, hoge inflatie, stijgende energieprijzen. In Brussel is het zo goed als onbetaalbaar eigenlijk. In Leuven zijn ze het goedkoopst. Misschien een beetje een verrassing. Daar zijn ze wel ook met €52 of wat zeg ik, €57 ook omhoog gegaan. Ja, tijd om dat probleem misschien eens te bespreken met mijn gasten aan tafel. En dan is mijn eerste vraag, zitten jullie op kot? Selena, jij zit op kot, hè? Ja, ik zit nog op kot in Antwerpen. En ik moet zeggen dat ik studeer nu al voor mijn 6e jaar. Ik ben al een oud gediende. dat ik in die vijf jaar geleden begon te studeren, ja. Dat ik wel een enorme prijsstijging heb gezien op zeer korte termijn. Mm-hmm. Echt enorm. Ja. Joey, jij zit niet meer op kot, maar heb je op kot gezeten? Nee, ik heb niet op kot gezeten. Mm-hmm. Ik heb constant openbaar vervoer ook gepakt. Mm-hmm. Dus, ook dat is een serieuze kost. Ja, maar als je kijkt dat één maand huur gelijk is aan een jaarabonnement op de lijn, viel dat redelijk goed mee. Inderdaad. Thomas, zit je op kot? Ik heb 4 jaar in Gent gestudeerd. Okay. Allee, een master in communicatiewetenschappen gedaan. En dan bleef ik thuis om eigenlijk de kosten van een kot te besparen. En toen ik dan naar Brussel ging, toen moest ik wel een kot nemen, omdat ik anders elke dag 4 uur zou moeten pendelen. Okay. Mag ik zo onbeleefd zijn om te vragen wie het bij jullie financiert? Mijn ouders bij mij. Ja. Thomas? Ja, mijn ouders. Oké. Dat duidt wel op een probleem dat quoten alsmaar exclusiever worden. Als je ouders het minder breed hebben, dan heb je gewoon niet de optie om te gaan studeren. Stel, je woont in Blankenbergen en je moet naar Brussel. Ja, kan je niet elke dag gaan pendelen. Dat is een beetje een griezelige tendens. Baart dat jullie ook zorgen? Ja, ik vind dat wel zorgwekkend dat we zijn al decennia in een tendens van democratisering van het onderwijs en een laag inschrijvingsgeld, wat tegenwoordig ook wel weer relatief wordt, maar bon. Dat dan een drempel zou zijn of dat dan weer hoger onderwijs dan vooral exclusiever zou worden. Ik denk dat dat niet iets waar we naartoe willen. Nee. Wat kunnen we eraan doen, jongens? Misschien is dat belangrijker. Wat kunnen we eraan doen? Ja, wat kunnen we eraan doen? Huizen niet meer als aandelen zien, maar meer als een dak boven het hoofd om niet in de regen te moeten zitten. Dat is het probleem dat we meer en meer zien, veronderstel ik toch. Dat heel veel mensen zien hoe lucratief het is om een huurwoning te hebben en verhuren en maandelijks een passief inkomen te zien. In plaats van iemand het gunnen om een dak boven zijn hoofd te hebben en in studenten zijnde de mogelijkheid geven om in een andere stad te studeren in de richting dat zij of zij verkiest. Ja. Het is ook een probleem dat we een beetje overal zien. Hè. We zitten met mensen die nog niet verdienen, die moeten studeren, die ook inschrijvingsgeld moeten betalen. Mm-hmm. En als we bijvoorbeeld... Het is een probleem dat in elk land zich voordoet. Als we naar de VS, naar de Anglo-Saxische landen kijken, waar onderwijs heel erg duur is, universiteiten zijn daar verschrikkelijk duur. Jaren en jaren na hun studie betalen zij nog altijd hun schulden af. En dat is eigenlijk wat we hier bij de quoten in België ook hebben. Zeker als studenten niks verdienen. En ja, we hebben ook geen geld of kapitaal om een huis of een studentenkot te kopen. Dat kan pas een paar jaar nadat de studie is afgerond, nadat er werk is gevonden. Maar moeten we de studenten daarvoor bestraffen om jaren na hun studie een huis te kunnen kopen? Ja, nee, of een kot te kunnen huren? Ja, dat vind ik ook niet. En dan vind ik wel dat we mooie en betaalbare jobs moeten
moeten geven aan studenten. Ja, nu worden zelfs die universiteitsquoten duurder. Die zijn natuurlijk ook beperkt in aantal. En die zijn sowieso, ja, niet per definitie, maar je kan wel zeggen dat die al zijn voor de studenten die het misschien al niet breed genoeg hebben om op de privémarkt te gaan zoeken. Dat heeft ook Julien de Wit van de Vlaamse Vereniging van Studenten al meermaals duidelijk gemaakt. Vinden we daar een oplossing voor? Intervenering van de overheid, of is dat geen optie? Er is nog steeds mogelijkheden tot beurzen, als ik me niet vergis. Dat sowieso. En in mijn mening, ik ken mensen die beurzen ook aangevraagd hebben. Mm-hmm. En het is ook niet een moeilijkheid om die beurzen te behalen. Het is enkel de moeite doen om u in te schrijven voor die beurzen. Want heel veel van mijn omringende vrienden kenden die beurzen ook niet, dus zijn die ook niet aangegaan. Ja, ik lees wel dat de vraag daarnaar enorm stijgt, naar alle financiële hulpmaatregelen bij alle hogere onderwijsinstellingen. Ik denk ook de vraag naar die quota van de universiteiten zelf dan, want die zijn ook beperkt in aantal en eerder voorbehouden voor mensen die het niet zo breed hebben of wiens ouders niet zo'n hoog inkomen hebben. Maar ja, dat is met de cost of living crisis waar we in zitten ook steeds meer volk, hè, dat daar een beroep op moet doen. En ik denk wel dat een beetje op de spits aan het gedreven worden is nu. En wat we ook zeggen van het studiegeld betalen en zo. Ik ken wel meer en meer mensen die moeten gaan bijwerken om hun studies, soms gewoon al alleen hun studies die niet eens op kot zitten, te kunnen betalen. Mm-hmm. Maar vaak dan ook te kunnen bijpassen bij een kot. Want als je ouders het niet breed hebben, je moet het zelf betalen, dan staat je er helemaal alleen voor om het te verdienen. En ja, kunt u ook afvragen, is dat de bedoeling dat studenten zoveel werken naast hun studie nog? Kunnen ze dan wel hun studie deftig volgen als ze eigenlijk met die financiële last zitten? Werkt er iemand hier aan tafel om echt die uitgaven naast dat kotleven dan, om die uitgaven nog te kunnen betalen? Ja, je job zoals Silvertie of First in Line op festivals of op evenementen. En voel je dan op het einde van de maand van ik zit krap met wat ik heb uitgegeven afgelopen maand, of heb je dan altijd nog een beetje op reserve? Ja, aangezien dat mijn ouders het betalen, heb ik daar geen problemen mee. Mm-hmm. Maar ik merk wel dat ik niet genoeg zou kunnen verdienen om dat dan nog te combineren met mijn studies. Mm-hmm. Maar wat ik wel denk is, onderwijs is ook iets, universiteit, dan zeker is het ook iets exclusief. Dat is ook iets voor mensen die goede resultaten halen. We moeten het financiële ook loszien van de resultaten die je haalt. Ik denk dat als je echt hoge resultaten haalt, dat je dan ook meer kans krijgt op beurzen, op financiering, om in het buitenland te gaan studeren. En dan denk ik dat de mensen die echt goed presteren ook een kotfinanciering kunnen krijgen. Ja, maar is dat niet een beetje kortzichtig? Want onze maatschappij is al resultaatgericht genoeg. Ja, ik had het enkel over die mensen die naar het buitenland zouden gaan en die daar bijvoorbeeld een kot kunnen financieren. Dus ik denk dat de mensen die echt zo helemaal boven in de top zitten wel nog een beurs kunnen krijgen. Voor andere beurzen ben ik niet zeker hoe dat dan precies gebeurt, Joey. De enigste instelling die ik ken is inderdaad gewoon de aanvraging doen voor de beurzenzaal. Beurs van de schoolinstelling zelf. Ja, maar jongens, ik ga volgend jaar bijvoorbeeld hogeschool gaan doen. of universiteit. Ik begin maar al te werken. Ik moet toegeven, ik heb niet de mogelijkheid om op kot te gaan. Dat gaat gewoon niet van thuis uit. En dat is een probleem dat ik alsmaar meer begin te werken. Het leven wordt toekoer duurder. En dat vertaalt zich gewoon in die dingen. Ik heb niet de optie om op kot te gaan. En ik denk dat een probleem is dat echt onderbelicht is. We gaan er straks over doorgaan. We gaan straks nog even kort door over die studentenquoten, maar we gaan er eerst even tussenuit. Business AM, Young Lab. Business AM, Think Forward. Business AM, Young Lab. Dit is nog steeds Young Lab met Joey, Thomas en Selena en mezelf, Mauro natuurlijk. Gelukkig ben ik er ook nog bij. Nee, jongens, we waren nog even aan het babbelen over die studentenquote, ook hier net in de pauze. En waarmee we eigenlijk geëindigd zijn, is met te zeggen, niet iedereen kan het afforden, niet iedereen kan zo een kot, kan zich dat permitteren. En misschien hangt daar ook nog een beetje te veel taboe rond. Dat je thuis misschien iets minder bedeeld bent, dat je wat minder geld hebt en dat kan helemaal geen kwaad. Niemand komt terecht in een ideale situatie. Een vraag die ik misschien aan Joey wil stellen. Heb jij het gevoel dat je iets gemist hebt door niet op kot te gaan? Goh, deels wel. Heel veel van de uitgangsperiode heb ik toch wel wat redelijk gemist. Omdat ik ook, ik moest pendelen een uur heen, een uur terug. Ja. Maar de laatste bus was al om 10 uur. Dus ga maar een keer uit tot 10 uur. En de rest van de avond gaat tot 4 uur uit. Ja. Dus dan heb je wel een beetje FOMO dat je de naam van de avond gemist hebt. Ja, dat is wel jammer. Dus daarop kan ik wel op inkomen. Maar voor de rest, ik heb perfect mijn studies kunnen afronden. Ook met het pendelen erbij.
Dus ja, voor mij is het deels ja, het uitgang. Ja, dat heb ik gemist. Maar om het cruciale te missen, denk ik niet echt dat het zo hard speelt. Ook vriendschappen gesmeed misschien op kot, Selena? Ja, absoluut wel. Ik heb wel inderdaad veel leuke mensen leren kennen op kot. Maar ik denk ja, voor het essentiële om je studie te kunnen afronden, dat dat zeker niet nodig is. Gegeven dat het een redelijke pendeltijd is natuurlijk. Van, ja, dat hangt af natuurlijk. Inderdaad, een uithoek naar een andere uithoek zou ik niet per se aanraden. Maar ik denk dat het inderdaad een beetje, kan mij wel inbeelden, dat je dan het gevoel hebt van zo het studenticoze van het, allee, ja, dat je zo... het ludieke van het, allez, of het recreatieve van het studentenleven misschien wel wat mist. En er wordt inderdaad van uitgegaan dat iedereen dat kan betalen, iedereen op kot gaat. Dat is zo precies wel de norm. Zeker vandaag de dag denk ik dat dat echt niet meer het geval is. Ja, dat lijkt mij mooi om mee te concluderen. Hè. Dat is vandaag inderdaad, vandaag de dag totaal niet het geval. Niemand, ja, niemand heeft dat in de hand, jammer genoeg. Ja, niet iedereen kan het zich permitteren. En dat lijkt me toch iets om misschien in de toekomst uit de taboesfeer te halen. Goed jongens, iets wat de meeste mensen dan wel kunnen, is ChatGPT gebruiken. En terwijl dat die kopprijzen alsmaar blijven stijgen, ja, verovert ChatGPT gewoon de ganse wereld. Een software die werd ontwikkeld door het bedrijf OpenAI. AI, de chatbot die schrijft liedjes, speeches, andere teksten en, cruciaal, dus ook opstellen. En dat zou dus interessant kunnen zijn voor leerlingen in het middelbaar, maar ook op de universiteit uiteraard. En dat baarde ook heel wat leerkrachten en professoren zorgen. Er is een serieuze mediastorm geweest. En ja, de ene die is er tegen, de ander die wil de combinatie in de klaslokaal of in die aulas net stimuleren. En die toekomst van die kunstmatige intelligentie, ja, die ziet er ook vrij rooskleurig uit. Want afgelopen week heeft Elon Musk aangekondigd... ervoor te gaan in de kunstmatige intelligentiewereld met zijn nieuw bedrijf, xAI. Zou ook een naam kunnen zijn van een van zijn kinderen bijvoorbeeld, trouwens, maar dat is nu niet zo. Hebben jullie ChatGPT al gebruikt, jongens? Ik vaak, persoonlijk. Ja, vaak? Ja, ik heb het, om eerlijk te zijn, op mijn motivatiebrief ook gebruikt voor te beginnen werken. Oké. Okay. Het is heel handig om te beginnen met iets te schrijven. Ja. Er is heel veel... Ja, mensen hebben problemen met naar het witte pagina te staren. Mm-hmm. Dit helpt heel veel. Goede fundering. Goede fundering. Mm-hmm. En dan pas jezelf aan waar mogelijk en nodig. Wat is jullie ervaring? Dus enerzijds is het voor mij een goede fundering als ik iets moet beginnen schrijven voor een project. Zoals bijvoorbeeld voor een masterthesis. Wat ik dan eerst doe, is... Ik kijk in een onderwerpen. Welke masterthesis zou ik willen? Hè? Dus het globale... Dat kun je zelf doen. Dan kun je vragen aan ChatGPT. Ja, geef mij bijvoorbeeld een research outline voor de onderwerpen. En geeft u dan bepaalde onderwerpen die je kunt doen. En dan geeft hij u voor elk onderwerp eigenlijk een research outline. Wat moet je in je introductie zetten? Wat moet je in je midden zetten? Mm-hmm. En wat moet je in je conclusie zetten? Okay. Ook als je bijvoorbeeld een motivatiebrief wil sturen, zoals onze vriend Joey heeft gedaan. en dan, ja, als je dan eens aan je research outline hebt, hoe dat je paper eruit gaat zien, kun je nog verder vragen stellen. Is dat relevant? Gaat hij daar altijd correct in zijn? Nee, misschien in 90% van de gevallen. Soms gaat hij wel een cruciale fout maken, maar dan is het eigenlijk aan u om naar zelf de beoordelingen aan te geven. Er blindelings op vertrouwen, dat is geen goed idee. Inderdaad. Misschien eens kijken naar de toekomst. Ja, ik ben persoonlijk van... Ik heb eigenlijk nog maar één keer gebruikt, echt gewoon als test. Ik ben persoonlijk van mening dat we misschien wat te afhankelijk zouden gaan worden in de toekomst van zo'n chatbot. En dat het ons misschien ook, cru gezegd, misschien wat dommer maakt. Wat is jullie kijk daarop? Ja, dat is misschien een popular opinion, maar ik denk dat... Zeker jonge mensen dan echt veel minder goed gaan kunnen schrijven, inderdaad. Als je al zelf niet meer moet bedenken wat erin moet staan, of als je zelf al niet meer een structuur kunt opbouwen. Ik heb het zelf nog nooit gebruikt, niet omdat ik er principieel tegen ben of zo. Dat kan volgens mij een super nuttige tool zijn voor bepaalde zaken. Maar voor school of zo, ik durf dat gewoon niet, omdat ik echt schrik heb dat er fouten in gaan staan of zo. Dat betrapt gaat worden of zo. Terwijl ik denk niet dat er al software bestaat die dat kan betrappen. Maar, jawel. Ook ChatGPT. En nu komt Joey met die software. Er is inderdaad software voor leraren, ook speciaal daarvoor uitgevonden, die eigenlijk kijkt wat zou AI als volgende woord gebruiken in deze zin. En zo kan kijken van, is het logisch, is het te logisch geschreven voor een mens het laten schrijven? Oké. Dus zo is het tricky wel. Ja, ja.
Dus nou, eigenlijk uiteindelijk door... worden ze zo slim om dat misschien te omzeilen. Ja. Ja, ja, ik moet nu wel zeggen, Selena, wat jij zegt, dat de schrijfvaardigheden van jongeren achteruit gaan gaan. Ik voel dat eigenlijk nu al, dat dat nu al aan het gebeuren is. Ja, dat is al een tendens, hè? Het Nederlands van de Vlaamse jongeren dan gaat al achteruit. Ja. Omwille van verschillende redenen. Dus ik denk niet dat dat het beter gaat maken persoonlijk. Maar je kunt ook naar de positieve toekomst kijken. Als je kijkt naar de implicaties van ChatGPT. Ja. Bing is ook aan het werken met een AI die het zoeken veel makkelijker zou maken. Dus in plaats van dat we dan alle lange lijsten van Google links moeten doorklikken, kunnen we één antwoord krijgen met de bronvermelding eronder. Ja. Dan kunnen we zelf nog kijken of dat klopt of niet en is wat we zoeken of niet. Oké. Okay. Ja, ChatGPT, allemaal goed en wel. Moet het in klaslokalen misschien beperkt worden of eventueel verboden worden? Wat je bijna niet kan controleren, voor al duidelijkheid. Ja, ik zou misschien wel iets willen zeggen over dat mediapessimisme, zoals dat Selena ook al mooi heeft aangehaald. Het maakt mensen dommer, het maakt mensen minder. Minder goed. Ik denk dat als we te veel vast blijven zitten in die gedachtegang, dan gaat dat inderdaad wel gebeuren. Zijn mensen dommer geworden door meer gebruik te maken van het internet? Ja, ze kunnen sneller dingen opzoeken. Maar dan denk ik, moet je ook denken hoeveel meer mogelijkheden dat er zijn. Hoeveel sneller dat ze gaan kunnen werken. En die snelheid en efficiëntie, dat is iets dat je moet leren als jongere. Want als je dan eenmaal op de werkvloer gaat komen, dan is het belangrijk om efficiënt te kunnen werken. Kunnen we daardoor minder schrijven? Ja, daardoor is nog geen effectenstudie over uitgevoerd. Maar misschien gaan mensen wel gemakzuchtiger zijn. Maar toch, dan bestaat er ook die software die dat dan detecteert. Dus als je te gemakzuchtig bent, dan gaat je dat ook berouwen. Want dan gaat de leerkracht op je vingers komen tikken. En daar zijn er al mensen voor bestraft geweest. Selena? Ik wou voor de duidelijkheid echt totaal niet heel AI afkraken als iets slecht en de baarlijke duivel, absoluut niet. Er zijn zeker zeer nuttige en vooruitstrevende toepassingen van. Maar inderdaad, ik kijk dan meer naar wat dat inderdaad kan vergemakkelijken in ons leven zonder inderdaad het echte denkwerk weg te nemen. Want hoe het nu gebruikt wordt, soms door sommige scholieren en studenten neem ik aan van schrijf heel mijn tekst en ik steek er zelf geen moeite meer in. Dat vind ik wel een beetje een probleem. Maar inderdaad, voor inspiratie of om efficiënter dingen op te zoeken, super nuttig en kan inderdaad ook het proces wel versimpelen. Ja. Joey, ik moet eerlijk toegeven dat ik niet zo geschoold ben in die wereld van kunstmatige intelligentie. Jij kent er misschien wat meer van, maar hoe kijk jij naar de toekomst? Gaan we onszelf als mens door die continue evolutie en die innovatie niet buitenspel gaan zetten? Ik vind het een mooie verwoording van Thomas. Ik denk niet dat we per se uit de boot gaan vallen, maar dat we gewoon veel efficiënter en gerichter kunnen werken. Ja. Het valt nog steeds. Ja, we kunnen met artificiële intelligentie Keith Haring zijn naam maken, maar is daarom de kunstwerken van Keith Haring minder waard. Het is een mooie tendens om te bewandelen en ja, ik denk dat we er vooral uit kunnen leren. Ik denk niet dat we er negatief naar moeten kijken. Oké. Okay. We moeten geen schrik hebben voor een raar scenario of zo, dat de computers de wereld gaan overnemen. Thomas? Het creëert ook nieuwe jobs, hè. Bijvoorbeeld, mensen werken efficiënter, mensen werken sneller en nu, in plaats van dingen die eerder gebeurde, zoals bijvoorbeeld een secretaresse die mails opstelde, die gaat zich nu kunnen bijscholen in de tijd dat ze normaal die mails moest opstellen, die standaard mails die ze zo wat moest aanpassen. Nee, ze zegt gewoon in ChatGPT, ja, pas dat aan. En dan in de andere tijd gaat ze tijd hebben om zich bij te scholen, om deftige fundering te leggen voor haar organisatie in dat ChatGPT, om bijvoorbeeld AI te leren, om bijvoorbeeld te leren coderen. En zo ga je veel meer digitale jobs krijgen, zowel voor mannen als voor vrouwen die daar zin in hebben. Dan gaat het tegelijkertijd jobs afnemen. Secretaresse kan. Ja. Niet iedereen gaat willen bijscholen of heeft de optie om bij te scholen, dus dan neemt het bijvoorbeeld de job van een secretaresse ook af. Zijn we zeker dat die ingevuld raken? Dat er andere jobs gaan bijkomen, met andere woorden? Ik denk zekerheid. Niemand heeft een glazen bol, natuurlijk. Maar dat is wel een belangrijke. Dat is een zeker belangrijke. Ik denk vooral dat we moeten kijken naar. Ja, er zijn heel veel jobs die kunnen vervangen worden door AI, maar is het niet belangrijk dat we altijd de menselijke connectie er nog steeds bij hebben? Ja, zeer belangrijk. Ja, daar wou ik zeker ook nog op inpikken dat je zei van de kunst van Keith Haring namaken. Dat is nu ook zo een trend geweest op sociale media van zo AI art. En dat wordt meer en meer gebruikt en dat wordt ook steeds beter. Maar dat vind ik dan zo zonde, want je kunt inderdaad AI perfect inzetten om
ja, eigenlijk de saaie of de gemakkelijke of de niet inspirerende taakjes van een mens uit te voeren, ja, zodat je daar zelf geen tijd meer in moet steken. Maar dat is dan zo zonde dat hetgene wat de menselijke input of de menselijke connectie nodig heeft, dan zogezegd vervangen zou worden door AI. Ik vind dat zonde. Ik zou dat net niet daarvoor inzetten. Dan is de gevoelswaarde weg. Ja, ik vrees dat het ook nooit gaat stofzuigen of zo. Net wat je daarnet zei, ja, er zijn bepaalde mensen die zich niet willen bijscholen. Er gaan bepaalde jobs weggaan. Ik denk dat we het vanuit een andere manier moeten bekijken. Ja. De bijscholing gaat gewoon op een andere manier gebeuren. En dat gaat op een bepaald moment aantrekkelijker worden gebeuren. Dus dat zou een doemscenario zijn. Als niemand zich zou willen bijscholen, dan zouden we echt met een probleem zitten op de arbeidsmarkt. Dan zitten we in de miserie. Ja, we kunnen er nog even over doorgaan, jongens. Maar we gaan stilaan afronden. Belangrijke vraag die ik wel al wil stellen richting het volgende stukje. Wisten jullie op jullie 16 al op welke partij jullie zouden gaan stemmen? Ik niet. Nee, Thomas? Nog niet. Nee. Ik zou er even over moeten nadenken, want ik denk nog steeds na over op welke partij ik ga stemmen, maar ik was daar wel al mee bezig. Ja. Zeker niet. En jij, Mauro? Onbelangrijk. 16 is niet zo lang geleden voor mij, maar nee, ik weet het voor volgend jaar ook nog niet volledig, om eerlijk te zijn. Dus nee, ik wist het op mijn 16 ook nog niet. We gaan daar straks over babbelen, over dat stemrecht, eventueel voor 16-jarigen, ook bij lokale verkiezingen, misschien zelfs bij federale. Maar we gaan daar nog een laatste keer tussenuit en dan komen we straks bij u terug voor het vierde deel van Young Lab. Business AM. Young Lab. Business AM. Think forward. Business AM. Young Lab. Er is Young Lab met Joey, Thomas en Selena. En we hebben een echt hot topic om het over te hebben. Vers van de pers eigenlijk. In 2021 werd al beslist dat België het vierde land van Europa werd waar de minimumleeftijd om te stemmen bij de Europese verkiezingen 16 jaar zal zijn. Volgend jaar mogen dus mensen die in 2008 geboren zijn zelfs aan de stembus trekken. En bij Vooruit lanceerden ze vorige week het voorstel om jongeren van 16 ook bij de lokale verkiezingen reeds mee te laten beslissen. En ook vanuit verschillende hoeken, onder andere de Vlaamse Jeugdraad, klinkt nu de roep om ook de federale verkiezingen voor 16-jarigen al mee te tellen. Ja, ik ben zeer benieuwd naar de meningen hier aan tafel. Ik zal meteen beginnen met mijn mening. Volgens mij zijn jongeren niet genoeg geïnformeerd. En is het niet het beste idee om 16-jarigen al mee te laten stemmen in 24? Dat vind ik ook. Thomas? 100% gelijk. Zelf ben ik ook actief in enkele verenigingen die zich bezighouden met de Europese verkiezingen. Zoals de Jong Europese Federalisten, Young European Federalists, of AJ. Dat wordt eigenlijk op Europees level georganiseerd. En daarbij ben ik voor een conferentie naar Bulgarije geweest. Wat we daar hebben gezegd was eigenlijk... dat is mijn mening dat ik nu zeg. Dat is eigenlijk dat mensen die... Als we willen stemmen, als we hen willen laten stemmen, dan moeten we hen ook opleidingen geven. En wat we daar op die conferentie hebben gezegd, is dat we bijvoorbeeld in Litouwen, waren er mensen die zien dat de Litouwse bevolking echt slecht geïnformeerd is. Ja. Dus wat ze dan doen is in de uithoeken, echt op het platteland, gaan ze mensen naar daar sturen van Jeff, om daar eigenlijk opleidingen te gaan geven in de klas. Ja. Dus ik vind dat als we bijvoorbeeld meer Europese verkiezingen willen krijgen, dan moeten we echt serieuze opleidingen organiseren in de klas. En desnoods een Europarlementariër inviten in elke school om te komen praten over over de Europese politiek, zodat mensen daar echt betrokken bij zijn. Volgens mij is het niet alleen het niet geïnformeerd zijn, maar liggen jongeren van 16 jaar al wakker van de politiek? Of zouden die daar al wakker van moeten liggen, Selena? Ah, nee, ik ben het daar echt totaal niet mee eens. Ik voel dat het geen populaire mening is hier aan tafel, maar ik vind dat geen top. Probleem. Vanaf 16 gaan stemmen, keigoed. We zijn ook een uitzondering in België dat er stemplicht is, of toch opkomstplicht. Die is er bij de lokale verkiezingen niet, dat is dan een kanttekening. Die is onlangs afgeschaft, inderdaad. Ja. Maar ja, voor de zwaarder voor de op hoger niveau verkiezingen dan, om het zo te zeggen, is die er wel nog steeds. En ik hoop ook dat die blijft, want ik denk dan, die 16-jarigen die moeten gaan stemmen, ze moeten toch gaan. Ze gaan hopelijk niet allemaal blanco stemmen, want dat zou echt wel zonde van iedereen zijn tijd zijn. Maar ik denk dat dat een goede incentive is om er dan mee bezig te zijn, om eens in te lezen. Ik hoop dat echt heel hard, maar ik ben het er wel volledig mee eens dat dat uitgebreid zou worden in wat er in het onderwijs wordt aangeboden. Maar ik ben het niet volledig eens dat geen enkele jongere of de meerderheid van de jongeren het hem niet kan schelen. Misschien dat de politiek wat afschrikt, maar als je daar wat op doorvraagt,
hebben jongeren echt wel een idee over beleid en wat er moet gebeuren. Ik haalde het in het begin al aan. Ik zit in het Vlaams Jeugdparlement. Voor duidelijkheid, dat is een VZW, een simulatie. Dat is geen echt parlement. Ja. Maar daar doen we dus zo'n oefening met een 100-tal jongeren elk jaar, tussen de 17 en de 27, van dus hoe het Vlaams parlement werkt. Mm-hmm. En ik verschiet elk jaar hoeveel jongeren daarop afkomen en hoe gemotiveerd en hoeveel ideeën dat die hebben. En er wordt niet naar hun geluisterd. En dat is super frustrerend. Nee. En daarom denk ik, 16-jarige stemmen, keigoed, dat gaat over die hun toekomst. Maar is dat niet een bepaalde bubbel waar dat jij dan in zit? Met dat jeugdparlement, is dat niet een bepaalde bubbel waar inderdaad jongeren naar voren komen die politieke interesse hebben, die ideeën hebben? En misschien is dat een beetje de tunnelvisie die je daardoor creëert. Dat is wel inderdaad een kleine nuancering dan de groep. We spreken heel hard de groep aan die ermee bezig is, effectief. Maar ik denk wel dat ook de gemiddelde jongen, die misschien het Vlaams Jeugdparlement of andere politieke simulaties niet kent, toch wel iets te zeggen of denkt over het beleid, maar dan moet je dat dichter bij hun brengen, meer in de klas, meer concreter maken en niet de grote politiek. Want dan hangt iedereen af. Veel initiatieven zullen dat ook gaan proberen, denk ik, om nu de jongeren wat meer betrokken te krijgen. Maar onrechtstreeks zijn ze allemaal bezig met politiek. Hè. Maar als ik even mag, het is misschien ook wel voordelig voor populaire politici. Hè. Kijk naar Vlaams Belang, hoe hard zij inzetten op de jeugd. Je moet maar naar hun webshop gaan en je hebt een pennenzak te pakken, bij wijze van spreken, maar Conor Rousseau. Je gaat me niet vertellen dat het alleen voor zijn amusement is dat hij optreedt in The Masked Singer. Daar geloof ik niet in. Is het niet gevaarlijk dat jongeren van 16 tot 18 die dan toch zouden zeggen van kijk, het kan me niet schelen, je m'en fous, ik ga gewoon stemmen op degene dat ik het tofst vind, het knapst vind, het populairst vind. Ja, is dat niet een beetje gevaarlijk? Want dan ga je eigenlijk het inhoudelijke waarover verkiezingen zouden moeten gaan weghalen. Grof gezegd, dat is bij volwassenen ook zo. De volwassenen die zich niet interesseren in politiek en die stemmen ook op de kop die ze het vaakst in de krant of op tv hebben gezien. Eerlijk gezegd, en dat is een aanzienlijk deel, want wij hebben stemplicht, dus iedereen moet gaan, zelfs de mensen die het niet interesseren. Dus waarom zou het dan twee extra generaties eraan toevoegen? Omdat dat over die mensen hun toekomst gaat. Ik bedoel, anderhalf jaar na de verkiezingen zijn die meerderjarig, moeten die voor de 14-jarigen is dat toch hetzelfde, Selena? Die zijn ook binnen 4 jaar volwassen en dat gaat ook een maatschappij bepalen. Dat is veel dichterbij en er zijn maar om de 5 of 6 jaar verkiezingen. Hè? Dus tegen dat jij de volgende keer mocht gaan stemmen, als jij nog geen 18 bent, dan zeg jij, wat is het, even snel tellen, 23 of 24 tegen dat jij de eerste keer mocht gaan stemmen. Ja. En tegen dan is er al een hele legislatuur voorbij die van alles geïmplementeerd heeft voor uw toekomst, voor uw werk, voor uw weet ik wat, waar dat jij dan al de gevolgen voor draagt en waar dat jij de belastingen en weet ik wat voor moet betalen. Ja. Ik vind dat wel belangrijk om die mensen al input te geven. Okay, maar anderzijds, wat je daar zegt, gaat het daar mooi aan. Belastingen betalen, financiële onafhankelijkheid, dat hebben 16-jarigen nog niet. Dus dan vraag ik mij af, hebben ze dan een juist beslissingsrecht? En er is wat ik wel vind, is, jongeren moeten geëmancipeerd worden om eigenlijk die stap te zetten naar politiek. Ja. En hoe maak je dat zo aantrekkelijk mogelijk? Door een Conor Rousseau mee te laten spelen in een talkshow, in een zingshow, dat vind ik niet. Ik vind dat het op een andere manier moet gebeuren. Door eigenlijk beleidsmatige input ook. Door jongeren die echt gemotiveerd zijn, zoals jij zelf, Mauro. Jij bent wel iemand die redelijk politiek actief zou kunnen zijn, bijvoorbeeld. Ja. Die altijd welkom is in een Vlaams jeugdparlement of in een jeugdparlement Genes. Is dat die organisatie? Absoluut, zeer welkom. Ja. Sorry, maak je zin maar af. Om die organisaties dan meer input te geven in een beleid. En dan kun je wel spreken over een behoorlijke inspraak voor 16-jarigen. Want momenteel is er nog geen beleidsmatig niveau. Daar zijn nog geen 16-jarigen actief. Dus is het logisch om ook te zeggen dat 16-jarigen nog niet mogen stemmen. Maar inderdaad, er is toch ook een reden dat op 18 meer dingen toegestaan zijn. Je kan een huis gaan kopen als je 18 bent op papier. Want financieel wordt dat een heel ander verhaal. Je mag sterke drank drinken, je kan je rijbewijs halen. Ja, waarom zouden we dit dan wel toelaten voor 16-jarigen? Realistisch gezien, gaan ze in België, machtiger doorvoelen? Ik tegen dat jij van een dag dat jij 16 bent en je gaat stemmen, tegen dat je 18 bent en belastingen moet betalen in theorie, als je niet gaat studeren en een huis kunt kopen en alcohol mocht drinken en mocht rijden. Slechte combinatie trouwens. Die 2 jaar in België, realistisch gezien, tegen een tijd dat aan u is het beleid waar dat jij voor gestemd hebt, op je 16e, wordt dat dan realiteit en wordt dat dan pas geïmplementeerd of in
extreme gevallen, wat steeds vaker voorkomt de laatste tijd, is de regering dan pas gevormd waar dat jij op je 16 voor. Ja, maar ik mag hopen dat dat geen tendens is die is ingezet voor de komende decennia. Hè? Ik vind het wel een moeilijke omdat we hier constant aan het spreken zijn over gemotiveerde jongeren, maar is dat niet de bedoeling dat we, als we dat zouden erbij nemen, 16-jarigen mogen stemmen, dat we ook kijken voor in de klassen iedereen evenveel te informeren daar rond. Het is heel moeilijk, jullie spreken constant over gepassioneerden, maar ik vind dat iedereen dan zin moet hebben om te gaan stemmen. Mm-hmm. En niet enkel de mensen die gemotiveerd zijn. Want dan spreken we inderdaad over gewoon twee extra generaties, die extra blanco, of de stemmen op de partij die het meest op marketing gespendeerd heeft. Ja, wat wij momenteel aan het doen zijn bij het Jeugdparlement Jeunesse, dat is het Vlaams Jeugdparlement, maar dan op Belgisch niveau. Dus voor mensen zowel in Vlaanderen als in Wallonië, zowel Nederlandstaligen als Franstaligen en ook Duitsstaligen, zijn we nu het schoolproject aan het organiseren. Dus het is eigenlijk een project waarbij dat we mensen uit het zesde middelbaar al betrekken bij beleidsniveaus, door hen eigenlijk in de klas debatten te laten voeren. Dus als we zoiets zouden doen, als we mensen zo simulaties laten doen, waardoor dat ze ook betrokken worden bij politiek, het is zogezegd voor de grap, en dan spelen ze dat ook na, gaan ze zichzelf erdoor inlezen. Mm-hmm. Zo zouden we eigenlijk een stap kunnen beginnen. De datum voor de verkiezingen, vooral dan voor de federale en de Europese, is ook bekendgemaakt. Dat wordt 9 juni 2024. 9 juni, ik denk dat bij veel studenten dan de alarmbel afgaat. Ola, ik heb examens. Nu, vandaag kwam dan het voorstel van Groen. Ja, we willen een examenvrije dag de dag erna. Dat is dus een maandag. Wat denken we daarvan? Ah, is dat voor de dag erna? Dan ja, het is dus voor de... Je gaat stemmen op zondag, 9 juni. De dag erna zouden zij examenvrij willen houden, zodat je geen kostbare tijd verliest op de zondag. Ah, ja. Want als je die jongeren wil meetrekken, dan ga je toch niet op 9 juni de verkiezingen gaan organiseren. Dan doe je dat toch in mei ergens, en misschien dan liefst midden mei of zo, dat het niets belet. Ja, maar daar valt niet veel aan te kiezen. Dat is in de grondwet... Ik ga even de rechtsstudent uitleggen. Ja, ken ik ingeschreven dat de Vlaamse en federale verkiezingen moeten samenvallen met de Europese. En de Europese, dat wordt van bovenaf beslist. Dus maar, dat is gewoon een gegeven. Maar uitnodigend is het niet, hè? Nee, zeker en vast niet. En daarom vind ik dat op zich wel een redelijke vraag. Allee, als ze dan toch moeten gaan stemmen, ook zeker de scholieren voor de Europese dan... Mm-hmm. En ook de studenten gemoed gaan. Ik denk dat er veel meer mensen misschien hun opkomstplicht aan hun laars zullen lappen. Ja, en tegenwoordig word je daar eigenlijk toch niet meer echt voor. Nee. Voor nee, inderdaad. Te zijn. Ik snap ook wel van waar dat het probleem komt, van waar dat de mogelijke oplossing komt om op 10 juni dan een examenvrije dag in te plannen. Ze willen het probleem aanpakken waar dat zich situeert. Voor mensen die werken is er geen probleem, want het valt op een zondag. Allee, over het algemeen toch. Maar voor dan die studenten die examen hebben, voor hen is het een probleem. Dus wat doen ze? Ze verzetten de verkiezingsdatum niet. Hè? Zoals jij zegt, dat kan niet volgens de grondwet, maar ze zetten gewoon een examenvrije datum erna. En ik snap het wel, want ik woon dicht bij een stemhok, bij het examen. Mm-hmm. En ook dicht bij waar ik studeer. Ja. Maar niet voor iedereen. Dat is niet voor iedereen, inderdaad. Voor iemand is dat misschien een hele dag. Ja, inderdaad. Ja, we zullen zien wat er van komt volgend jaar, jongens. Ik hoop dat jullie tegen dan wel weten op wie dat jullie gaan stemmen. Dat zal ongetwijfeld zo zijn. Ik onthoud van deze uitzending dat woke aanzet tot polarisatie in negatieve of positieve zin. Studentenquoten, die mogen een pak goedkoper. ChatGPT, dat is een handige fundering. En stemmen vanaf 16 jaar, we weten het niet. De meningen zijn verdeeld. Zo, we zijn rond met deze Jonglab van deze week. Veel stof tot nadenken, maar ook in volgende uitzendingen gaat dat nog zo zijn. Ik maak een afspraak voor volgende week. Dat is volgende week gewoon weer om 5 uur op woensdag. En tot snel. Salukus. Salukus. Bedankt voor de leuke show. Business AM. Young Lab. Business AM. Think forward.